Toen hij op 5000 stond, zeiden mensen, dit komt niet goed. Toen hij op 10.000 zeiden mensen, dit komt ook niet goed. En tot nu toe, er is geen einde mogelijk, zeg maar. De bitcoin, hij wordt bijna iedere dag $1000 meer waard. Waar gaat het eindigen? Nou, dat weet natuurlijk niemand waar het echt eindigt. Maar je ziet wel dat alle seinen staan op groen. Sinds 1 week tijd is die met 67% gestegen. Is gewoon echt te bizar voor woorden. Dus het gaat op dit moment enorm gek, stijgt het de lucht in. Waar het eindigt, dat weet niemand. En er komen maar mensen die bijkopen. Er komen binnenkort ook investeerders aan. Die komen zeg maar aan de optiebeurs, gaan echt grote bedragen erin investeren. Maar het is nu zo snel gestegen. En het is nu echt gewoon een kwestie van wanneer gaat die... Weer crashen, want dit vraagt om een correctie. Komt het dat het maar blijft stijgen en blijft stijgen? Nou, de voornaamste reden is via. Dus mensen horen van anderen van, hey, ik ben er met 2000 ingestapt. Ik heb nu 10.000, dus mensen denken, hey, dat is snel gratis geld. De bank doet verder toch niet zoveel, dus ik denk de angst om de boot te missen, dat die het belangrijkste is. Vince? Jij hebt ook bitcoin. Wat ga jij doen? Ga je ze houden of ga je ze verkopen? Je hebt zelfs je zoon de bitcoins ingeluld. Mijn zoon die wilde gewoon zijn zakgeld investeren in bitcoin. Heb ik zelf niet gedaan, heeft hij zelf gedaan. En hij moet nu zelf beslissen wat hij gaat doen met zijn geld. Heeft papa jou geadviseerd? Nee, ik heb het zelf gedaan. Hij heeft me wel wat apps gegeven, zoals YX en Bitcoin Ticker Widget. En hoeveel geld heb jij erin gestopt? €45. En wat is het nu waard? 100. Dus je adviseert eigenlijk alle kinderen, ga de bitcoins in? Ja, zeker. Toen de bitcoin op $1000 stond, zeiden mensen, dit is een bubbel, dit komt niet goed. Toen hij op vijf... Zijn nog genoeg mensen die het nog steeds denken? Toen hij op 5000 stond, zeiden mensen, dit komt niet goed. Toen hij op 10.000 zeiden mensen, dit komt ook niet goed. En tot nu toe, er is geen einde mogelijk, zeg maar. Nee, die bitcoin is een onveilige, risicovolle investering. Maar ja, wat is het probleem? Als je gewoon zeg maar €1000 investeert en hij is €3000 waard, een paar weken later... Is het een bubbel? Wat een lastige vraag. Ja, nee. Ja of nee? Nee, het is geen bubbel.